Ik ben Marco van Tatenhoven, coördinator technische dienst bij OVET. OVET is een overslagbedrijf, voornamelijk gespecialiseerd in de overslag van bulkgoederen, dus kolen en ertsen. Bij OVET hebben we 4 drijvende lemniscaatkranen die we in kunnen zetten in de gehele Schelde-regio. Voornamelijk voor het lossen en laden van grote zeeschepen. Zo ontvangen we frequent grote Capesize bulkcarriers voor de kant. Die worden gelost en doen we ook binnenvaart behandelen. Dat is eigenlijk de core business. Maar we richten ons ook wel eens op breakbulk. Steeds meer stukgoed om te diversificeren en andere richtingen te zoeken. In 2019 zijn we op zoek gegaan naar een nieuw type olie. De kraanbewegingen worden aangedreven door tandwielkasten. In zo'n grote kraan staan ongeveer 6 tandwielkasten die dat uitvoeren, waar in totaal 1400 liter in gaan. Deze kasten die worden zwaar belast en dat is ook een continu bedrijf. Dus dan moet je zien dat die echt 24/7 continu belast worden. Dus het is van groot belang dat we daar de juiste type olie voor gebruiken. Tijdens onze zoektocht zijn we in contact gekomen met Dex. Dex leek ons een interessante partij omdat hun olie verrijken met nanotechnologie. Door deze nanotechnologie zou de slijtage in de tandwielkasten sterk verminderd moeten worden. Dat is wat we zochten. Er zijn meerdere leveranciers die natuurlijk hun olie goed willen verkopen. Daarom zijn wij een onderzoek gestart, samen met Dex. In dat onderzoek hebben we 2 gelijkwaardige tandwielkasten in gelijke omstandigheden met elkaar vergeleken. Dus 1 kast stond op de olie van Dex en de andere kast stond op de olie die we al binnen het bedrijf gebruikten. Dit onderzoek dat bestond uit het gelijktijdig testen van de 2 verschillende oliën in tandwielkasten die gelijkwaardig belast worden. Wat we daar hebben gedaan is, we hebben om de 250 uur een sample genomen, dit opgestuurd naar een laboratorium en daar laten analyseren. Uit deze analyses kwam naar voren dat de wear elements, dus de ijzerdelen en de chroomdelen, significant lager waren in de olie van Dex. Dus dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling. Wat we daar ook hebben gedaan is de temperatuur gemeten tussen de kasten onderling en daar zagen we dat de temperatuur significant lager was bij de kast die op Dex stond. Tijdens de gezamenlijke inspecties van de tandwielkasten viel op dat er bij de reguliere olie ontzettend veel schuimvorming was en dat het oliebad in de Dex-kast helemaal vlak was en glad. Dus je wilt absoluut geen schuimvorming hebben, want lucht smeert niet en olie wel. Dus op deze manier is dat ook ondervangen. Goedemorgen, ik ben Gerard Slaman, werkzaam bij Dexolie. Ik heb samen met Marco van Tatenhoven de test mogen uitvoeren bij OVET. Marco heeft denk ik heel goed uitgelegd wat de voordelen zijn van Dexolie en wat hen heeft doen besluiten om over te stappen op Dex. Graag wil ik nog even aandacht voor het volgende qua viscositeit. Wij hebben een ISOVG 320 vergeleken met onze olie, een ISOVG 100. Met alle voordelen die door Marco zijn benoemd, is een extra voordeel wat bijkomstigheid, omdat het een 3 keer zo dunne olie is, dat er minder energieopname is. En uiteindelijk zal dit resulteren tot CO2-besparing. Wat in de toekomst meer en meer belangrijk gaat worden. Aan de hand van deze positieve testuitslagen zijn we verder gegaan met het uitbreiden van de Dex-olie in de tandwielkasten. Wat erin heeft geresulteerd dat we in 2020 volledig zijn overgegaan met alle tandwielkasten op Dexolie. De samenwerking met Dex is erg goed verlopen. We hebben tijdens het gehele onderzoek natuurlijk frequent contact gehad. Samen met de werknemers van Dex hebben we de oliesamples genomen. Alles is zeer transparant verlopen en daar zijn we heel erg blij mee. Dus we hopen dat we deze prettige samenwerking nog lang door kunnen zetten.